allemaal. Vandaag gaan we weer wat nieuws doen met de Samurai. Ik heb een compressor op de kop getikt. Van Marktplaats. Ik weet niet wat voor merk het is. Maar we gaan hem in de auto bouwen. Altijd handig als we lucht in de banden willen blazen. Wat hebben we nodig? Boormachine. Sleuteltje 10. Een oude spanband. Nou, ik dacht... de compressor maar achter de stoel te plaatsen. Ik heb hier een blokje hout gemaakt. Ik heb een spanband aan de vloeren vastgemaakt. En ik heb daar een lusje, een haakje gemaakt in de achterwand. Waar die spanband heen kan. En dan kan ik de compressor vastsnoeren. Nou, dat lijkt me gewoon stevig te zitten. Prima.